Hallo allemaal! Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie. Ik heb gelukkig weer werk sinds 2 weken. Bij mijn oude werkgever. Ik ben zandstralen geworden, dus... Dit is het nieuwe deel ijspret van de Sims 4. Ik gebruik altijd mijn Sims die ik gemaakt heb voor nieuwe gameplays. Want ik heb geen zin om, behalve die housemate... Die heb ik van de galerij af, maar deze heb ik zelf ooit gemaakt. Dat was voor een LP Bad Mooded Sisters. Daarom kijken ze ook zo gemeen. Ze wonen in het nieuwe deel. Dit is het nieuwe deel dat je hebt. Wij wonen hier. De eerste ijspiste. Wie woont hier? Ito. Oh ja, ik dacht dat het wijze was. Nee. Prettig weekend allemaal. Ik moet eerlijk zeggen, daar ben je altijd weer blij om als je thuis hebt gezeten. Stel het weekend niks voor, maar als je werkt, dan waardeer je het weekend weer. De chef kwam meteen naar me toe gelopen. En Chris, kan je werken met kerst? Ik zei, ja hoor. Ik werk altijd met de feestdagen. Het is op vrijwillige basis. Maar ik vier zelf geen kerst dus. Dat is alweer geregeld. Ik heb een Sim-familie aangemaakt in dit land. Maar je kan ook met de Sim op vakantie gaan naar dit land. En dan kan je dit Charlotte bijvoorbeeld huren. Dat is een huurkavel. Ik ben niet zo iemand die van huren houdt in het spel. Ik heb liever gewoon dat ik daar een basis heb en dat ik daar kan wonen. En dan heb ik het prima met naar mijn zin. Dit zijn 2 vriendinnen van elkaar, ze zijn met elkaar getrouwd. Nou, de housemate is voor het huishouden. En de housemate komt er gezellig bij zitten. Hou alsjeblieft op over Batu. Wat een ellendige doen. Nou, om je even voorstellen, dit is Jennifer. Zij heet allebei Hate, omdat ze hun eigenschappen waren eigenlijk alleen maar negatief. Hè? Want ik hekel aan kinderen, et cetera. Dit is Kate Hate. Ik vond het rijmen, dus dat vond ik wel leuk. Deze Mayori Wiseman. Dan zeg ik, ik heb haar niet gecreëerd. Dat is ongemakkelijk als het koud. Nou, even kijken. Dat is een add-on die ik gebruik. Is er geen kachel in dit huis? Nee. Vandaar is het koud hebben. Moment. Gaan we even een verwarming installeren. Een cv plaatsen. Hoe heet je die ding ook alweer? Radiatoren. Die krijg je met het Vampire Pack. Oh, ik heb geen geld. Geen probleem. Geen probleem. Daar hebben we altijd een add-on voor. Doe maar. Edit. Zo. Je hebt het ook koud? Ja, oké. Okay. Nou, ik zal je even helpen. Zo, weg. Ik gebruik altijd cheats. Ik kom er redelijk vooruit. Ik maak mij niet uit. De Sims is gebouwd op cheats. De cheat die ik gebruik voor dit bijvoorbeeld. Als ik klik, krijg ik er geld bij. De rest klik, dan kan je zelf invullen. Dat is UI. UI, nog wat.
Dus we krijgen hem via Patreon van de maker. Dus ik kan hem niet geven, helaas. Welkom in de buurt. Wie? Ben jij een man? Ik heb een antipathie tegen mannen. Nee, je bent niet welkom. Maar wij waren een cv hier aan het installeren. Radiatoren. Wat ik al zei, die komen in het Vampire Pack. Radiatoren heet het. Hier. Een keer ook zien van Pietekje. En deze werken ook. Laten we er hierheen. Hierheen. Ik doe geen wat er allemaal mogelijk is met dit spel. Want er zijn al zoveel video's van online van gamers. Dat is zonde. Ik gebruik nou de cheat move objects. Oh, one. BB move object on. Zo. Dan kan ik hem nou kan ik hem wel. Oh shoot. Sorry. Ik ben naar het opnemen. Ik ben naar het opnemen, sorry. Oké. Ik wil het om 6 uur thuis, eigenlijk. Ja, is goed. Doei. Sorry, dat was mijn zus. Even kijken, we waren bezig. Oh ja, nou heb ik bijvoorbeeld die radiatoren geplaatst. Maar nu wil ik er nog eentje plaatsen bijvoorbeeld. Wat doe je dan? Dan ga je met je handje daarin. Hou je shift ingedrukt. Klik je nog een keer. En dan kopieer je hem. En dan kan ik hem wel hier neerzetten. Maar één persoonsbed. Oh nee, ook twee persoonsbed. Oké, okay. Oh, en we hebben een computer. Dat is goed, want eentje heeft eigenschappen voor computer. Ik plaats altijd een beetje random door het huis. De slaapkamer heb ik al. Ah, hier hebben we ook een leuk plekje ervoor. Zo. Dan moeten we een thermostaat hebben. De EcoDisc. Ja, daar is hij. En die plaatsen we dan voor het gemak hier. En dan zeggen we tegen mijn simmetje, verwarming warmer. En dan krijgen ze allemaal een icoontje erbij dat ze blazen dat de cv aan staat. Komt ie aan. Pop, daar is hij. Centrale verwarming. Dat hebben ze allemaal. Oh. Nog een beetje naar klutsen. Nou, doe je een nieuwe buur begroeten. Soso. Oh, dak. Shit. Waar hebben mom? Mark je hem op, Gwen? Jesus, hey. Bedankt voor je komst. Jij mag wel naar binnen. Ga hier maar even kletsen. Mom, Daisy Bob. We mogen bij mij geen mannen naar binnen, verboden. Oh, Ctrl-C, weg. Dat kan ook weg. Ja, pop. Dat kan weg, zo. Het is in dit huis wel schoenen uit. Dus we moeten op blote voeten, want ik heb nog geen slippers. Geen sloffies voor ze, die moet ik even kopen. Maar dan doen ze automatisch. Het lijkt wel een soort zaterdag gekkenhuis komt. Ja. Dat is een LP die van de longplay van mij die eraan komt. Dat gaat over een horror.
Asylum. Ik heb er geloof ik al iets over verteld in een video. Maar die komt januari 2021 ga ik daaraan beginnen, want ik ben nu nog met de voorbereidingen bezig. Ik heb het script al klaar. Hey, ben jij ook hier? Wait. Ja, Lily. Je ziet er anders uit. De oude Lily vind ik, ik noem er altijd Lily, sorry. Lily vind ik er veel beter uit, want dan zag ik, dan denk ik van jou wil ik een vampier maken. Dat heb ik dan ook gedaan. Net zoals dat het spel altijd alle townies hergebruikt voor hun delen, hergebruik ik mijn sims altijd voor een avontuur. Ik zelden dat ik een nieuwe sim creëer. Ik heb er genoeg in voorraad, dus ik kan massen er altijd uit. Ik heb een groep van 8 bijvoorbeeld. Dan pluk ik er 2 van tussenuit. Van, jullie gaan een eigen avontuur beginnen. Schop je de rest ervan uit de groep. En, huppakee. Dat is bij hun ook, want hun hadden eigenlijk een... hun niet, maar zij en de vrouw hadden een moeder. En dat was ook een vampier. En die was de aanstichter van al het kwaad. En dat... Dat gaat zich verder afspelen in het asylum. Ik heb al een asylum gedownload, ik heb al een paar horrorfiguurtjes gedownload, ik heb al hospitalkleding aangeschaft. Artskleding, zusterkleding. Dus ik ben er echt... Ik zit de handen vrij om dat te kijken. Voor februari 2021. Januari, februari misschien. Dat ik met filmen ga beginnen. Ik weet niet wanneer ik het ga uploaden. Maar het zal niet eerder dan 2021 worden. Want we zitten nu al in november. Welke november zitten we eigenlijk? 13 november! Nog 2 nachtjes slapen, dan ben ik jarig. Dan word ik 50. Maar ik vier het toch niet dus. Even kijken. Oh ja, dit was nieuw. Geen gevoelens op dit moment gezamenlijk te doen. Ik heb het gebeurd. Ik ben niet zo in dat gevoelensgedoe. Dus, waar is mijn andere sim eigenlijk? Ik heb ook via CM Command dat ze geen. Hoe heet het krijgen als sim vreemd gaat? Ik heb 1 spel wat ik speel, daar wonen 6 vrouwen in. En iedereen heeft een relatie met elkaar. Geen jaloezie. Dat is hem. Maar dan is dat 1 persoonsbedje staan voor de meid, voor deze staan voor hun. Daar ben ik ook onlangs achter gekomen. Ik zat de hele tijd van, waarom krijg ik alleen maar linkerkant of rechterkant? Maar als je op links klikt, krijg je linkerkant. Klik je op rechts, krijg je rechterkant. Het klinkt logisch. Ik heb ook dat iedereen in het bed kan slapen. Linkerkant toewijzen aan Jennifer. Rechterkant toewijzen aan Kate. De Freight Kate. Hier gaan we naar beneden. En dan zien we. Hier voor u mevrouw. Bed toewijzen aan de meid. Zo, dan heb je ook een bed. Hoe kom ik aan pantoffels? Kan je die kopen? Slippers, pantoffels, whatever. Nee. Oh, dit is allemaal het nieuwe pack. Skis. Snowboards. Dit ding is gruwelijk groot.
Ik zag het op YouTube. Een regenketting. Oh, wat is dat? Zo. Maar ik zoek eigenlijk pantoffeltjes, sloffies, whatever, dat machinetjes hangen. Dus dat ze geen koude pootjes krijgen. Oh, dat moet ik natuurlijk in creëren een sim doen. Nou ja, ze hebben nu... oh god, het is alles door elkaar. Nou, oké. Okay. Maar in ieder geval, we weten, ik kan het via Sims, kan ik je sokken aantrekken. Dus, flat? Oh nee. Dat lijkt zo op de achterkant op flat. Fladius. Oh sorry, je bent een... Oh, je bent van het Ecopik. Wie ben jij? Zullen we een geintje uithalen? Oh nee, 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 we gaan een ander geintje uithalen. We gaan een ander. Kom op, Toos. Is er een leeftijd? Jong volwassenen. Wat is hier nou gebleven? Ik heb dat de hele tijd gedaan. En ik alle sims heb ik in baby's veranderd. Dat was wel geinig. Het is de hoogste bedankt voor je. Ja. Oh, er is wat stuk. Wat is er? De wc? De waskar? De computer? Nee, waarom zeg je dat het vies is? Meestal betekent dat het iets stuk is, omdat het te water ligt. Maar goed. We gaan zo meteen maar even... Wat is dit nou weer? Krijg je dan een rotzooi? Dan kun je niet eens komen. Nou, goed. We gaan zo meteen de sneeuwprit in. Dus we gaan met de hele vampies... Ah, het zijn geen vampies. Nog niet. Ik heb ze nou weer even voor deze play-off heb ik ze geen vampie gemaakt. Een badhuis. Huurkavel. Dan gaan we naar het badhuis. Ik zeg... Ze willen niet. Ga. Allemaal. Poep. Ze hebben een nieuwe trait gekregen. Dat heet avontuurlijk. Dat is met deze pack gekomen. Ik was op mijn werk en ik zat de hele tijd. Denk, oh ja, als ik thuis mijn Sims opstart, wat nieuwe Edelman is aangekomen. Ik heb hem al gepreorderd. Waar aan mijn Simster? Is er iets van een jacuzzi-idee-achtig iets? Nee. Waarom heet dit een badhuis? Oh, hier. Ik snap nou niet wat hier, waarom dit een badhuis heet. Nou, dat zijn de nieuwe douches. De huishoud mee denkt, ik ga douchen. Oké. Okay. Oh, die gaat ook douchen. Maar dit doet ons werken niet. Niet alle, laat ik het zo zeggen. Die werkt wel. Nou, met die add-on wat je ook kunt doen, bijvoorbeeld. Die UI add-on. Heb je. Wat ik doe niks in kinderen.
Ik heb een bloedhekel, hè. Zo, dan hebben ze die, die hebben ze klaar. En voor de rest... de babbels. Zo. Oh, hier is het bed. Samen in warme bron ontspannen. Zo, want dan kunnen ze nu even lekker relaxen. Dan gaan ze zo meteen in de skis en in de snowboards en klimmen, weet ik veel wat. Sneeuw gooien. Oh ja, natuurlijk. Ik ben in de, ik heb de winter als thema gekozen. Ik denk, we gaan toch hier naartoe. Nou, ik ben gestopt met roken, maar ik ben meer gaan snaaien. En op internet en op YouTube zag ik al dat dit. Dan had ik al het idee van, het is een beetje China, Aziatisch getint. En dat is het ook. Wat ook makkelijk van die UI is. Klik ik hier. Alles groen. Maar ik kan het ook anders zeggen. Klik ik hier. Alles rood. Ik vind dit beter als ze bijvoorbeeld op een werk zitten. Waar ze niet naar het toilet kunnen. Dan kan ik altijd zeggen van plop, plop, plop. Even kijken hoor, hoe gaan wij skiën? Want daar heb ik niet naar gekeken op internet, want ik wil dat zelf uitvinden. Oh, wacht, ho, wacht, 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 wacht. Maar we gaan met. Verstandje 3. Want het duurt een tijdje voordat ze er zijn, moet je maar rekenen. Waar zijn mijn sims? Oh, ze waren al naar boven. Oké. Oké. Hobbly, nobly. Waar zijn mijn sims? Jullie zijn hier. Oh, daar kun je niet mee. En dan moet iemand nodig naar het toilet. Of het persoon, ik weet niet of een toilet in de buurt is. Dit is omlaag gaan. Maar ik wil dat ze gaan skiën. Hoe doen we dit? Een reckless tent veranderen. Op gemiddelde piste gaan snowboards. Kijk, ik kan pas snowboarden als ze level 3 heeft bereikt. Ah! Naar reckless. Zo. Ah, dat is ook, dat is even als niveau 3. Ah, te makkelijk piste. Doorlopend. Oh, ze gaat al skiën. Samen met medium intensiteit. Heb je honger, dame? Hier. Laat je energie ook even opkrikken. Je blaas ook. Huppakee. Ja, ook energie opkrikken. Even jou ook energie opkrikken. Zo.
Baco? Ja, Baco. Oh, dan moet ik door de ogen van mijn sim zien. Oh, daar gaan we. 1, 2. Joehoe! Oef! Oh god, jij hier? Ook hier? Pijn in de bubs. Ik hoop een nieuw pas kies voor haar bij van alles wat we kopen uit om wat voor comfortabele sessies. Hey Barco, get out of the way. Gewoon opnieuw proberen. Lopen leerde je ook niet op einde. Ach, nee, ja hier. Hoe is het met mijn andere zien? Ach, die is net uitgeskiet. Die is ook uitgeskiet. Door spatie te drukken wissel je van sims naar, van een sim naar de andere sim. Waar gaan wij heen? Gaan we naar huis of... Had je op het ingezet dat je daar naartoe moet lopen? Oh. Wat? Lingo. Zo. Ah, oh, is er nog eentje gevallen. Woehoehoe! Ja, dat meekijken werkt niet zo lekker op dit skiën gebeuren. Whoops! Ook op de bubs. Wow! Kijken we wel uit. Ik zal voor jullie even nieuwe skis kopen. Hou ze wel bij jullie. Graag. Even kijken. Of willen jullie een snowboard? Weet je wat? Waar zijn we? Ik wil ze niet ergens rennen neerleggen dat een andere sim ze meeneemt. Nou, laten we ze hier neerleggen. 1, 2, 3. Ik weet dat er verschillende uitvoeringen zijn, maar dat gaat ook niet. 1. Oh, die werkt niet met shift ingedrukt houden. Oké. 2. 3. Saps. Dan moeten we even 0 drukken, want anders gaat het hele zootje weer bewegen. Oh, je kan ze niet. Waarvoor kan het niet? Jennifer bezit dit voorwerp niet. What the fuck? Wat heb ik er net gekocht? Wat is dat nou voor gezeur? Ga snowboarden. Ga snowboarden. Ga snowboarden. Wat dan? Maar ik heb het gekocht, waarom kan ik ze niet in mijn inventaris stoppen? Ze hebben hem in de inventaris. Zo, dan pak je die ook. Dat zit ik in de... Dan pak je die ook. Hartstikke idee. En dan hebben we jou nog.
We gaan skiën. We gaan snowboarden. Dus we naar je inventaris kijken? Ja. Kijk. Oh, dus we naar twee pas skis. Dus naar twee pas. Oké. Okay. Nou, als gewinst snowboard instellen. Als gewinst. Wie is dat? Ja, kies. Als gewenst. Zo. Is er geen massage tafel of iets dergelijks? Het is toch een soort van helpen gebeuren? Is dat mijn kippen? Ja, dat dacht ik al. Hé, hey, jij komt uit magische, de magische pop-up Edo. Wat? Ik heb er niet gezegd dat je wat moet kopen. Bolt proteïnereep. Ik was alleen gaan kijken wat erin zat, dame, maar niet. Oh, je gaat een snelle douche nemen. Maar het is wel een geinige douche, dan moet ik eerlijk zeggen. Een douche met een spiegel. Ik weet alleen niet of dat zo goed gaat werken met stoom. Oh, ze zijn niet meer naakt. Hey, dat is goed nieuws. Mijn zoon had destijds als ooit die Edoens geïnstalleerd. En telkens als ze gingen douchen waren ze naakt. Als ze naar de wc gingen waren ze naakt. Ik werd er helemaal gek van. Maar het is niet meer zo. Want kijk. Oh, cool. Even kijken voor de zekerheid. Is dat wel het? Gaan ze als een kampioen plussen? Want ik wist niet welke Edoen het was. Nou, je ook niet meer. Maar volgens mij is dat nu voorbij. Nee, maar zo. Het is geen kelder. Maar ik ben alle twee. Nou ja, weg gaat. Ik moet zo zeggen, het is vrij mooi, dat wel. De omgeving en alles. Alleen, wat ze niet hebben gedaan is een huisje neergezet dat je van de piste kan afgaan en dat soort dingen. Of dat is er wel, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval meer activiteit. Ik heb het nog niet uitgevonden, want ik waar ze bijvoorbeeld kunnen klimmen. Geen idee. Waar ze kunnen skiën, weet ik dan wel. Maar. Maar het is een mooie pack. Wat bedoel ik? Moet je kijken, joh. Oh, ik zou geen review doen. Ik zag toch wel degelijk een trolley naar binnen rijden. Saté.
Maar is dicht. En ik heb geen idee hoe lang ik al aan het opnemen ben. Oh shoot, ik vergeet nog eens een keer de tijd. Dat was ook een drukke week, eerlijk gezegd. Man. Simi-capsules kopen. Dingetjes kopen. Warme etenswaren en drankjes kopen. Wat voor dingetjes heb je? Oh, we kijken ze allemaal aan. Oh, slippers! Volgens mij. En handschoenen. Ook een gebakken ei. Ja, waren er twee voor de prijs van één bij Albert. Ik denk, ik ben maar even minimum dan, hè? Tang, 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 tang. En dan heb ik deze hier, ben ik helemaal lyrisch van. Dat zijn die persikken. Oh, daar gaan we het van. Ik ben niet tevoren hoor. Huppakee. Noodbrakmiddel. Nee, ik wil sloffen. Er staat toch duidelijk sloffen op, hier. Zijn we een simi-capsule? Wat kost dat 50 simoleons? Goeie dag. Lekker. Als je daarvan het eten. Op deze kamerdag een lekkere warme hap. Hè? En nee, mijn favoriete sim, Icy, is er niet bij. Want die wil ik van Pier later. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of van Pier hier kan leven. In verband met de zon. Van Pier die leeft normaal in Moon Hollow. En daar heb je minder zon. Je hebt Buddy gekregen. Oh god, is dat hetzelfde met die kistjes die je kan opgraven? Je koffie drinken, dame. Nee, ik heb geen spijt van deze addon, eerlijk gezegd. Dus ja, ik moet zelf nog even uitvinden wat er allemaal mogelijk is. Want ik heb juist niet op YouTube gekeken, want ik wilde het zelf ontdekken. Nou heb ik eigenlijk best wel spijt.
Ja, ze hebben alle drie avontuurlijk instelling. Eén ster. Of ik zelfs met 250 binnen is. Nee, dat is het niet. Ga maar even sporten. Stretchen. Dan gaan we even op bezoek bij onze andere simmetjes. Die leggen nog steeds te chillen in de warmtebron. Hey. Ik denk dat die twee ook een relatie gaan krijgen. Want die zijn heel wat samen. Je hebt het niet te moeden? Nee. Nu moet iemand naar het toilet. Nou, laten we even kijken of ik gevlucht kan worden. Oh nee, het is een tiener. Zo'n oude kop? Nou, weet je wat? Dus zo. Kan niet? What the fuck? Bij haar wel. Bij haar niet. Moet jij naar het toilet? Ah, hier. Zo. Eerst even een beetje flirty doen. Jullie kennen elkaar al in mijn van mijn eigen spelletje. Ik ga even om je halsen. Ik kan gewoon in het water doen, hoor, hoef je niet in de sneeuw te staan. Ik kan gewoon in het water. Ik zeg het maar. Ja, dat valt goed. Ik dacht het al, want ze trekken zoveel samen op die twee. En ik bedoelde trouwens, in mijn andere gameplay zijn die andere twee getrouwd met elkaar. Die zijn nog compleet vreemden van elkaar. Laten we nu eens even hier naartoe gaan kijken. Geen gevoelens nog steeds. Wauw. Oh, als ik switch. Dan kan ik gewoon mijn Sims laten staan als ze gaan douchen. Ik heb tegen mijn zoon gezegd dat hij geen add-ons meer mag installeren. Want ik heb geen zin in dat gezeur weer te hebben. Ik heb zoveel add-ons. Het is gewoon geen doorspitten mogelijk om te kijken welke het is. En kan je in interieur al hoeren? Oftewel, oh ja.
Nee. Wacht eens even. Nee, dat is het niet. Met press? Nee. Met cheat? Nee. Nee. Oh, dat moet waarschijnlijk via de computer. En die is hier waarschijnlijk niet. Nou moet ik zeggen, we leven in 2020, dus dan mag er van een computer aanwezig zijn. Maar ik ben bang als ik hier eentje neerzet, dat die meteen wordt overgenomen door iemand anders. Oh, hier is een mooi plekje. Voordat je een computer neerzet, heb je eerst een bureau nodig. Een bureau. Neem altijd de vetste, jongen. Binnen. Boom. Pas net. En dan klikken we twee keer op die. Dan halen we één S'je weg. En dan klikken we op stoelen. Dan hebben we ook de vetste die er is. Boom. En dan hebben we uiteindelijk. PC kent het spel niet. Ik moet echt computer comp invullen. PC kent die niet. Kedunk. Zo. En dan kunnen we nou natuurlijk. Nee, geen game spelen. Command Center. MacRoo. Oh ja, acties. Toestand 10 is ingeschakeld. Het is allemaal ingeschakeld. Vrijblijvend is ook ingeschakeld. Ja, polygamie is ook ingeschakeld. Ja. Wat? Nee, ingeschakeld. Nou, ingeschakeld terug. Vrijblijvend al juist ook ingeschakeld. Want ik hoef je zelf niet te zeggen dat ze dat moeten gaan doen. Toestand een kindje te proberen, is dat uitgeschakeld? Nee, uitgeschakeld. Dank u. Zo. Oh ja, zwangerschap. Nee, dat is het niet. Oh, wacht even. Dit is het geweest. Simnaaktheid. Kijk, dat was het. Oké, dan was het geen add-on die mijn zoon had geïnstalleerd, maar die ik heb geïnstalleerd. Dus dan mag je van mij gewoon add-ons installeren. Overige instellingen. Autonoom. Nee, dat is het ook niet. Geen jaloezie, die staat aan. Beddelen staat aan. Slaperig, oh ja, staat aan. Gebruik voor privacy, oh ja, is uit. Ja. Dat klopt. Dat MC Command is ook zo uitgebreid als het kan. Want je kan op je Sims op MC Command klikken. Dan krijg je menu's. Je kan in de computer, wat ik nu doe, krijg je weer een andere menu.
Zo kan je bijvoorbeeld mijn sims veranderen. In buitenaards wezen, vampieren, semi-minder toversims. Mits je de add-on packs hebt natuurlijk. Nou, ik heb alles met de sims. Je kan elke willekeurige sims zwanger maken van de moeder van die dan de moeder van jouw sim wordt. Dus, jouw sim maakt iemand zwanger, maar dan hoeven ze er geen oja voor te doen, dan kun je gewoon kiezen. Overig huwelijk. Er zit zoveel in. Ik weet, geloof ik, net de helft van wat dit allemaal inhoudt. Dan moet ik zelfs nog eens nadenken van welke was het ook alweer. Want bijvoorbeeld, ik kan kiezen dat de standaard geojaard wordt als ik op een sim klik. Dus dat heeft met McWoohoo te maken. Bedellige jaloezie. Ja, dat is goed. Oh ja, acties. Vrijblijvend oh ja, ingeschakeld, ja. Wat? Ingeschakeld zeg ik toch, terug. Toestand polygamie is ook ingeschakeld. Vrijblijvend oh ja is ingeschakeld. Ah, de buren krijgen visite als je dat mocht horen. Oudere kindje is uitgeschakeld. Terug. Oh ja, reacties. Nee. Oh ja, zwangerschap. Nee. Is ingeschakeld, ja. Extreem, oh ja, dat is. Heb ik uitgeschakeld, want als je die inschakelt, dan heb je kans dat je heel snel een kindje krijgt. Nee, het moet allemaal. Het moet er wezen, het moet er wezen. Als ik weet waar mijn sims is. Wat zijn mijn sims? Ja, jij bent aan het lezen, want het is volgens mij jouw ding. Ik ben de radio aan het luisteren. Ja. Wat is mijn andere sim? Die zit daar. En mijn andere sim. Die staat een beetje voor zich uit te kijken. Waarom ben je zo blij? Of avontuur. Ah. Je pikt je snowboard. Nou, je hebt het toch in je tas. Ga snowboarden. Waar ging je nou helemaal naartoe, joh. Weer een schietpartij. Er wordt wat afgeschoten. Oh, je kan het beter dan ik.
Zeg ik op wintersport zou gaan, kom ik met de eerste griepsvrucht al terug. Hey, level 2. Wat nou alleen geleend? Die heb ik gekocht. Ah, moet je nou steeds in dat ding om te gaan snowboarden? Maar ik stop de video hier, mensen, want ik denk dat ik alweer over een half uur zit. Bedankt voor het kijken en ik hoop je in de volgende aflevering te zien. Doei doei!